mijn kanaal, jullie zien het. Het is weer even geleden voor mij dat ik opnemen ben. Maar ja, we zitten weer in de Minecraft Survival, zoals jullie wel zien. En we zijn vandaag met... Helaas, vandaag is er niemand bij. Ik weet het. Ja, niemand had tijd om op te nemen. En misschien doen we het niet. Om Minecraft Survival op te nemen, dus dan doen we het vandaag eens alleen. Maar ook leuk, ja, jullie willen wel eens niet meer denken. Dus ja, we zien gewoon hoe dat het gaat. Björn had het vorige keer gemaakt, een bord van ja, mensen die in de server zitten en zo. Dus ja, even kijken. Yes, oké. En we gaan weer goed een video lekker knallen. Want van, oh, hallo skeleton. Ik zweer het, maar niet Björn een hond door, hè. Want, en dat heeft niemand in de comments laten weten van de vorige video. Als ik Björn een hond moet killen, maar dat gaan we maar liever niet, maar beter niet doen, hè. Want ja, ik kan wel opnieuw inspannen, maar hij heeft misschien een band met die hond, dat weet je niet. Dus dit heb ik ook vorige keer even random gedaan. Bamboe hier geplaatst. En ja. Oh. Goed, zo. Oké, dan gaan we... Oh, kijk, want ik wil even in de mine kijken, want vorige keer hebben we heel veel mensen in de mine zijn geweest. En ja, en dat was vorige keer recht in de cave, en ik weet niet of ze dat hebben dichtgemaakt, maar hier waren we denk ik bezig met de mine, maar dat moet wel nog wat dieper, zeg ik maar. Dus even kijken als hier nog eens is. Wat hebben ze hier gedaan? Even kijken, oeh. Oké, hier zijn ze niet verder, ja, in ieder geval. Welke coördinaten zetten we? X, 0. Ja, 39, dan moeten we op 12 zitten, dus of 11 tot 12 ongeveer. Oké. Oh, nee, hier, zo. Oké, dus ja, er moet nog wat gebeuren, maar... Ja, het gaat goed komen. Ik heb volgende keer als mensen weer mee doen vragen als ze verder willen met mine, want doen die graag mines. Ik weet zo, ja, maar kan ik ook doen, maar nee, ik doe het liever niet. Bolt B, Cody, 2v5. Ja, dat is het ding. Ik die zo voor die grap. Want ja, hij denkt, ja, oh, ik mag wel overal bouwen. Hij wil zijn eigen plek maken. Oké, ja, vind ik wel goed, maar moet, dan moet hij niet per se een bordje erbij zetten. Maar goed. En vorige keer toen verder wat jullie nog weten. Ja, dat hij helemaal achteraan werd gezeten tot Bjarne pigment inspanden. Ja, eerst is zo'n hoge toren gebouwd. En die ga ik kind in hem weg te halen, moeten we lekker zelf doen. Vinden jullie niet? Laat me weten in de comments, want... even kijken. Ja, die kistopslag gebruik ik ook niet echt precies meer, maar goed. Ander bordje. Eten. Nice man. Oké, iemand heeft hier eigenlijk al goed gesorteerd. Blijkbaar oké, dat heb ik niet allemaal gedaan volgens mij. Of ja, maar weet als jullie nog weten. Heb ik dat zelf gedaan? I don't know. Even kijken als mijn opname uitvalt, want dat is het ergste wat er van een YouTuber kan gebeuren, dat je opname uitvalt. En dat wil niemand, dus ja. Goed, en hier had, vorige keer Siebe, die niet meer mee gaat doen in ieder geval, had hier, hier allemaal heel veel dingen in gedaan wat wij nog konden gebruiken. Zie dus zo, en dan wou je daar boonmeel van maken, dus, maar goed, dat is nu gebeurd, dus ja. En dan hier moeten we nog bedden, ik wil sowieso een rood bedje. Ik ga even veranderen. Even kijken, hebben we rode wol. Of iets of rode kleurstof, even kijken. Ja, dat kunnen we gebruiken. Crafting table. Yes, kijk eens. Hoppa. Voilà, mijn rode bed. Dit wordt mijn bed. Ja, want we hebben vorige keer, gezegd dat iedereen krijgt zijn eigen kleur. Van bed die zo willen die medium survival elke keer een ander bed, dus ja. En we gaan het. Oké, let go. Staat er. En staat er goed, dus ja. Even eten, zo.
En er gaat weer. Ja jongens, shoot, zo. Ik even de meloen hier hakken. Yes. Maar ja, we gaan lekker groeien. Sugarcane kunnen we nog altijd weg halen. Dit is al best nice, we zijn al best ver gekomen. Dus, maar sowieso als eind van de survival gaan we sowieso nog eens naar de Nether en naar de End. En dan gaan we gewoon echt alles uitspelen. Dus, dat komt wel goed. En het pad hier ook nog naartoe, even kijken. Oh, hier. Handig van mij. Nou, hier al vorige keer ook te wachten, even gevecht houden. En dan is dit gebeurd. Even te goed doen voor Bjarne. Want Bjarne of wie dan ook was er mee bezig, of Thomas, weet ik maar. Even kijken, wat waren ze hier doen? Ik weet ook, vorige keer had ik hier nog naartoe gelopen voor aflevering. Wat zijn die? Ah, ze hebben gewoon een pad over naartoe gebouwd, denk ik. Oh, een dolfijntje. Je mag ook graag geluiden. Dus. Hier een schaapje. En verder moet niemand die schapen killen, dames. Ja. Ik moet ook een schaap ook hebben, dat komt de volgende keer. Nu ben ik even alleen, dus dan ga ik dit niet alleen kunnen doen. Kan op zich wel, maar... Ik heb er nog geen zin in, dus... Een laaghondje, braaf hondje. Als hij mij nu aanvalt, hè, dan moet ik hem vermoorden. Ik bedoel... want Bjarne is er niet en Bjarne is de baas ervan. En Bjarne is er niet om, om die terug te laten zitten. Dus dan blijft hij me aanvallen, dan moet ik hem doodmaken. Dan span ik wel even nieuw voor hem in. Dan zei ik gewoon, ja, ik kan door de video terugkijken. Ik bedoel, dan zei ik, kan ik zeggen van, ja, tot het om de zoveel tijd dat je opnieuw moet temmen. Snap je? Dus, want dat is eigenlijk blijkbaar ook een update ooit geweest. Dat als je een hond hebt en je hebt die een tijdje geleden getemd, dan kan het weer zijn, dat een klutje of zo, dat je opnieuw moet temmen. Omdat tot je dan denkt, dat is een wildvreemde hond en dat is niet je hond. Snap je? Dus, maar goed. Dat weet hij eigenlijk ook wel als mijn speler. Dus dan doet hij gewoon en no problem, niks aan de hand. Maar ja, een hond kun je hem nu in het pannen, maar misschien heeft hij daar een band mee, dat weet je niet. Hè? En dit hier hebben ze hier ook vorige keer gebouwd. Kijk maar terug naar vorige week, of vorige keer. Dat we weer een gevecht gingen doen eigenlijk. En dit stenen zit er nog altijd, dus. Dag ja. Niks om te hand, zo. Ja, ik wil het nu om. Ja, kunnen we nu beter weghalen? I don't know. Ja, en ik ken niks van World Edit, sorry, maar ik ken er niks van, dus Bjarne gaat er meer van en dan. Ja, dan kan hij beter doen, goed. Dus ja. Even kijken. Wat kan ik doen? Het farmpje ga ik beter even doen. Nee, ik krijg allemaal visjes. Nice. Zo. Even seeds terugplaatsen. Nou, meer seeds. Wie dit ook heeft gedaan, vraag me nieuw of wie, maar ja, dus aan de ene kant nice en aan de andere kant, ja, val je er heel te in. Dan moet je iets van slapen zo doen, tot het eigenlijk mooi weggewerkt is. Dat gaan we ook in de toekomst sowieso doen, mooi wegwerken. Want zo water erbij laten liggen, ziet er niet uit. Eigenlijk, wat hieronder is water. Dus als we dit gewoon dicht maken, dan wordt het allemaal hieronder gewoon, ja, gewoon nat, dus ik bedoel. In ieder geval. En het wordt donker. Ja, nu ben ik alleen, dus ik kan gewoon slapen. Dan hoef ik niet meer te gebruiken. Zo, even slapen. En het regent. Waarom? Moet ik weer slapen? Gaat dat helpen? Ja, helpt ook. Dan wordt weer dag. Dan wordt weer gewoon zonnig. En geen regen. Terwijl,
Nee, dat is niet, dat bedoel ik. Handig, dus ik kan gewoon deel slapen. Of je is niet meer te werken. Dat wist ik eigenlijk niet, maar goed. Ja, dat wist ik. Aan de ene kant wel, maar ja, je snapt. Dat als je skeletons killt, kun je ook botten krijgen. Dus, en daar, ja, dan krijg je botten van. En dan kun je ook boonmeel krijgen, bedoel ik. Dus ja, goed. Maar joh, doe mijn liefde hier goed werk. Dit is de boommail van. Ah ja, Björn heeft aan de kist gedaan. Dit was allemaal wat Sieben zijn even eruit, juist. Ja. Maar niet alles, maar toch een groot deel. Want zo eigenlijk kunnen we nog voor andere mensen gebruiken. Nou, oké, dat is stone, maar om te beginnen. Dan moeten we zelf voor een iron of diamonds spullen werken. En als we zeggen, ik wil de diamonds waren, of Björn en ik mogen dat zeggen. Als wij dat willen, mogen we dat hebben, die diamonds spullen van hun. En dat is officieel van de server, dat is mijn server, dus ja. Botjes zo. Maar dat doen we niet door, zo ergens hebben we niet, maar. Ik bedoel, ja. Of eigenlijk is de bedoeling voor alles voor de server, maar als ze echt aan het minen zijn, als we afspreken, en hun willen, ja, die spullen voor hun, wat ze minen. Ja, bijvoorbeeld als, ja, tot ze time tools willen. Ja, en wij hebben dat nog niet, ja, dan vind ik het wel eerlijk dat wij eerst krijgen. Maar anders, als wij al zover zijn en hun gaan maaien, mogen hun gerust voor hun eigen spullen maken. Of niet per se te vragen, ze mogen wel voor hun eigen spullen maken hoor, dus daar niet van. Maar sowieso hier in de buurt nog bouwen. Dus ja, eigenlijk, dat is het handige. Dat, ja, dat we wel kunnen opnemen. En ja, eigenlijk was mijn idee op het begin dat we alles gewoon hier samen gingen doen. Maar eigenlijk kan iedereen blij eigenlijk zijn eigen stekje maken, zijn eigen plekje. Wat Kromtech ook heeft. Die heeft overal, ja, van zijn vrienden of zo of kijkers, heeft hij over, heeft iedereen zijn eigen plekje. En deze server is gewoon oneindig groot, dus het zou op zich kunnen dat iedereen zijn eigen plek kan. Want ja, ik heb het aangezet dat deze server oneindig moet zijn, dus ja. Dus gewoon iedereen, ja, gewoon, waar tot je ook bent, je kunt verdwalen, want ja, want het is zo groot, ja, gewoon, het is oneindig groot eigenlijk. Het stopt nooit eigenlijk, dus ja. Moet even kijken. Deze moet groeien en daar is het. Oeh. Zal ik hem even zijn lijden verlossen of zit hij vast? Nee, laat maar. Hij is aan het zwemmen, oké. Dat klopt dan. Ja, even is het terug los. Goed, ik hoorde even iets, maar ik hoop dat het niks was. Goed. Laten we even kijken. Hier kan ik nu op zich kisten doen. Ja, daar komen er ook sowieso aan. Dat is wel best nice, want kijk maar de video terug, een paar video's geleden. Tot Björn het nodig vond om mij op te blazen. Dus dan hebben we dit met World Edit gemaakt. En ja, of Björn heeft het gemaakt. Omdat hij mij opblies met een creeper en toen stond nog niet aan. Tot niks kapot kan gaan. Dus ja, dus heeft Björn dat mijn World Edit gedaan met kwart en zo. Ja, ik weet dat ze heel duur spul. Maar ja, ik kon niet anders. Maar hij blies me op en toen hebben we gezegd: doe het maar. Dus moet. Vallen spullen. Zo, en dan hier eten. En dan iets. Zo, la. Oké, zo. 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 Oké, nice. Nice. En voor de nice vampier hoor. En ja, ik heb juist genoeg voor een nieuwe rij. Maar joh, cool. Oké. Oh, nee. Bijna weer het vampier verwoest. Maar goed. Dit is ook flink aan het groeien. Wat zou we nog kunnen doen? Laat maar weten. Ook in de comments wat jullie willen zien of willen zien dat we gaan bouwen. Dan denk ik daar misschien aan. Dus, de bamboe is hoog, die gaan we ook even scheren. Of moet ik zeggen. Ja, maar tot verder niet bij was, want er geen krappig zijn, maar ja. Want ja, dat is. Hij is best wel grappig erin, dus of hij is wel best grappig soms, dus anders hadden we kunnen lachen.
Maar nu kan ik ook niet, nu praat ik soms niet de hele tijd, dan gaan jullie dat niet zien. Als ik bijvoorbeeld stil ben, dan knip ik het er wel uit, maar ik bedoel, ja. Er is niemand om te praten, maar ik alleen tegen jullie praten, dus ja. Jongens, ik heb ook nog een mop. Volgens mij heeft Thomas de vorige keer gezegd, maar ik kan het toch nog eens zeggen. Laat me weten in de comments, ja, als je even een paar seconden tijd. Wat is een plant, nee, het is een plant en laat je schrikken, wat is het? Wat is het? Bam, boe! Oké. Okay. We hebben normaal hier nog iron. Zeker hierin misschien. Is het geen iron? Hè? Hier misschien. Hier, hè? Oh, nee, niet droppen. Hier kom jij. Dankjewel. Even kijken, witte wol. Ik kan ook weer een bed van maken. Het wordt weer nacht. Doe een robotbedje. Dankjewel. Hier de tools, dus ik kan even zo in de pakken. Ja, ik heb steen gebruikt, ik ga dat ook allemaal. Dan pak ik die nog erbij. Voilà. Ja, ik moet wel die tools een beetje wegwerken. Hoor. Zo. Mine op iron, daar gaan de volgende gasten wel doen. Dus. Verder gewoon, hè. Waarschijnlijk. Yes, oké, okay, zo. En dan gaan we even, dus meer is genoeg. Dan kijk je wat ik nog over heb, gewoon meer dan 5 stacks. Wat ga ik ermee? Ja, dat is wel handig, denk ik, om als verbranding te gebruiken. Yes. Daar kun je dingen mee branden, dus we hebben genoeg bamboe. Ja, dat bedoel ik. Wat zou er gebeuren als je gunpowder erin doet? Zou het dan ontploffen misschien? Weet niet. We hebben nog bamboe. No problem, we gaan goed kunnen. Bamboe, ja, we gaan gebruiken het bamboe als als verbrandingen. Ja, als als stook, om te stoken. Daar hebben we genoeg van. Dus ja. Dat is echt handig hoor, bamboe. Ja, oké, het gaat heel snel op. Maar dan heb je er wel wat. Dus, die gaan we hier doen. Ja, dat was denk ik. Hier nog zoiets. Zijn nog zoiets. Oké. Zoals jullie misschien duidelijk worden, maar ik moet even snel doen. Oh, hier. Zo. Zo, en zo, en zo, en zo, zo. Oké, die hebben we zo. Zo, en zo, en zo. Voilà, pampje is weer vol. Yo. Oké. Maar ik hoop in ieder geval van deze video genoten. Vergeet hier niet te liken, dat wanneer ik naar beneden zou dat verrenden. Maar ja, we zitten aan een goede video. Dus we hebben veel gedaan op zich. We hebben ja, de bamboe farm even wat, wat veranderd. Of ik bedoel, we hebben de, ja, we hebben de bamboe farm gewoon even opnieuw in die deel even wat minder neergezet. Misschien is even veel, weet ik niet. Maar in ieder geval dat we meloenen gefarmd. We hebben de farm even uitgebreid of gewoon overal wat seeds gelegd. Gezet en dat dus. En een stukje kind van hebben we ook wat gedaan. En even naar mij gekeken. We hebben alles gedaan. Gewoon kleine dingen misschien, maar ook weer wel wat handig. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag terug. Hopelijk bij de volgende video. En ja, niemand kan uit outro doen. Dus ja, in ieder geval.
Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Later.